Jan Willem was een slachtersknecht van bijna 20 jaar. Met een bloedbevlekte jas aan werkte hij op het abattoir. Daar maakte hij de koeien dood, want daarin was hij sterk. Maar op een dag zei Jan, nu wordt de tijd voor het betere werk. Hij nam een forse bijl ter hand en sloeg zijn vader dood. Het was een prachtgezicht, vond Jan, want alles zag nu rood. Zo, dat was dat, zei Jan Willem zeer voldaan. Hij had de smaak meteen te pakken, na die eerste keer. Maar wie moest hij nu nemen, want hij had geen moeder meer. Een broer die had hij nooit gehad, een zuster evenmin. Hij had nog wel een tante, maar daar zag hij geen been in. Doch plotseling kreeg Jan Willem een lumineus idee. Hij stapte op de veearts af en sneed de man in twee. Zo, dat was dat, zei Jan Willem zeer voldaan. Niet lang daarna kwam de justitie Willem op het spoor. En ze namen hem toen mee naar het bureau voor een verhoor. Alle schijn was tegen hem, ontkennen had geen zin. Dus vertelde Willem alles maar, daarna sloot men hem in. Doch toen de cipier 's middags in de cel zijn maaltijd bracht, heeft Willem met zijn vork gewapend de arme man geslacht. Zo, dat was dat, zei Jan Willem zeer voldaan. Een poosje later moest Jan Willem voor de rechter staan. Maar de psychiater zei hij weet niet wat hij heeft gedaan. Het was zijn schuld niet, heren rechters, dat ziet u wel in. De arme vent werd grootgebracht in een verscheurd gezin. Ik stel dus voor dat Jan Willem op kosten van de staat een jaar of twee in een bosrijke omgeving rusten gaat. Zo, dat was dat, zei Jan Willem zeer voldaan. Een tijd lang kwam Jan Willem in een kliniek op verhaal. Maar na een jaar zei de geneesheer, man, jij bent normaal. Jij hoort niet langer hier bij ons, met jou is niets abuis. Ik verklaar je voor genezen, je mag morgen weer naar huis. In een grote stad werd Willem directeur van een abattoir. Hij heeft een grote omzet, maar zijn vlees dat smaakt wat raar. Zo, dat was dat, zegt Jan Willem zeer voldaan.